fijn zijn als het ietsje hoger was. Het is een beetje... Zal ik even mijn handschoenen onderleggen? Handschoenen. Nou, perfect zeg. Okay. Wij zijn op missie. We gaan iets heel spannends doen. Tenminste, ik vind het spannend. Jij niet natuurlijk. Nou, ik vind het wel leuk. Het is wel leuk. Wat gaan we doen? We gaan kijken voor een pony. Voor wie? Voor Tess. Voor Tess. En Tess mag dat natuurlijk niet weten. We hebben een hele serie gemaakt toen we Verona gingen kopen. En nu gaan wij, na ongeveer 150 ponies afgekeurd te hebben, tenminste ik heb ze afgekeurd op de meest belachelijke dingen, gaan we nu dan naar Ridderkerk en kijken naar een valkpony. Het is een Welsje, C. Maar ze is in mijn beleving veel te jong, maar ze schijnt heel erg braaf te zijn. Ze is 4 jaar. En Kim, die gaat dus eventjes uittesten of ze echt zo braaf is. Ja. Hoe ga je dat doen, Kim? Oprijden. Oké, nou, dat is de korte versie. Maar Kim moet dus eigenlijk gaan doen alsof ze 8 is en niet zo heel goed kan rijden. Dus dat is eigenlijk wel een uitdaging voor jou. Nou, dat zullen we straks wel zien. Twee vingers in de neus doet ze dat natuurlijk. Dus we gaan nu naar Ridderkerk en dan zien jullie straks de pony. Die heet Elsa. En nou, dan gaan jullie het allemaal wel meemaken. We zijn bij Elsa. Elsa is natuurlijk prachtig om te zien. Welsje, kop. Nee, niet kop. Welsje. Zeepony. En wordt momenteel gereden door een 8-jarig meisje. Dus voor ons perfect. En ze lijkt wel ongelooflijk relaxed. Dus dat is wel heel tof. Ze komt ook op onbekend terrein. Dan zou ze ook weer relaxed zijn. Ze heeft ook Bixie gereden. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Hoe hoog was ze, Elsa? 1,35 meter. Nou, Elsa is 1,35. Dat is ideaal. Iets kleiner dan Henja. Ja, 7,5 centimeter. Vergeet vooral die halve centimeter niet. Het scheelt niet eens veel dan, Kimmetje. Nou, dat is best veel hoor. Ja, zo'n stukje. Ja, dat is toch zo. Oh, ons Kimmetje die is op Elsa geklommen. En ze is smal, vindt Kim. Ja, best wel. En jij is natuurlijk wat breder. Ja, en wat? Ik denk 2 keer zo breed. Ja. Toch pas je nog prima, Kim, als ik het even zeggen mag. Ik ben nog niet zo heel groot. Nee, je bent niet zo lang. Je bent wel groot, maar je bent niet lang. Zou mij het toch niet meer op willen zien zitten? Nee, ik ook niet. Oh. Ja, zegt ze. Ja. Ik denk, wil je YouTube pony worden? Nee, ik niet. Ik moet even vragen. Dat is geen galop, Kim. Dat is draf. Dus galop. Wat? Doe eens galop. Oh. Dove. Even in de volt omheen als het lukt. Nee, niet aan de teugel. Ik weet dat je het kan. Trek ze of niet? Mooi. En ze versnelt ook niet. Versnelt ze of niet? Nee. Nee, hè? Bizar, joh. We zijn bij Elsa geweest, zoals jullie net gezien hebben. Oh, laat ik die uitdoen. Wat vond je ervan? Ik vond hem heel leuk. Oké, en verder? Ze is heel braaf. Ze trok helemaal niet op de hindernissen. Dus dat is mooi. Ik vond er wel een beetje vlug onder je. Ja, dat is denk ik ook wel gewoon van de eerste keer. Oké. Maar ze is wel erg leuk, hè? Ja. En erg schattig. Ja, dat zeker. Zeker.
Dus nou, wat we nu gaan doen is met een smoes woensdag nog een keer. Kimmetje gaat ook weer mee. En dan gaan we Tessa erop zetten en kijken hoe Tessa dan rijdt op Elsa. Ja. Spannend. Dus dit wordt vervolgd. In ieder geval bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Doe dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En volg ons verhaal. Een pony zoeken voor Tessa. Doeg!